J'ai les deux mains sur tes épaules, histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner ce soir ensemble, mon bébé, j'ai la robe. Aïe. Mijn training zit erop, jongens. Het is vandaag zaterdag, het is super lekker weer. En we hebben een zwembadje in de tuin. Ik heb ook zo'n soort glijdingen daar, zo waar de kinderen kunnen glijden. Nu is het tijd om lekker te genieten van het weer. Eventjes te ontspannen in de tuin. Wat ben ik blij met deze tuin, echt waar. Dit is echt rust. Rust gewoon lekker. En je rust vind je in de kleinste dingen. Veel mensen zoeken altijd hun rust in de verkeerde dingen, begrijp je? Misschien in de verslaving, dat ze denken van, ja, ik ga dit maar doen, want dan vind ik even mijn rust. Maar dat is je probleem uitstellen. Je moet rust vinden in de normaalste dingen en in de kleinste dingen. Nou, dit is hoe het eruit ziet. Dus ik dacht, we gaan echt eventjes een paar gekke slijtings eruit gooien hier zo. Maar moest even kijken. Eens eventjes. Even kijken. Nou jongens, moet je eens eventjes kijken, jongens. Heerlijk, eventjes lekker tranquil ontspannen, jongens. Kids hoeven niet naar buiten, ze kunnen lekker gewoon in de achtertuin spelen of in de voortuin. En nu is het tijd om eventjes lekker te chillen, jongens. Ga je onder water? Nou, eens even kijken dan. Wacht eventjes, even kijken. Oei. Zijn we klaar? Oei, niet te lang, hè? Zo, gekke trucjes, hè? Oké, 1, 2, 3. Goed zo. Nou, jij zing. En dan gelijk erin. Zing, kom op, zet hem op. Ja. Hey. Zo, je was al heel ver, hè? Nog een keer. Kijk hoe ver zing gaat. Kijk, ja, zing, kom maar. Wow, yo, nou gaat hij echt gevaarlijke doen. 3, 2, 1, go! Oei, daar komt-ie, daar. Nog een keer, je valt, je staat op, je gaat door, snel, nog een keer. En door. En glij! Goed zo. Nou jij nu, hè? 1, 2, 3, go! En vanaf het begin gelijk, en vanaf het begin, juist. Goed zo. Nou, kijk, hè? Van deze kant. 3, 2, 1... Nou, Adam, vandaag is de grote dag voor jou, jongen. Huh? Vandaag gaan we naar de arts toe, want we gaan vandaag Adam laten besnijden. Ja, jongen, dat gaat een beetje pijn doen, ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Huh? jongens, moet je kijken wat er weer. Dat is geen ander lach. Gisteren hebben we zo'n tuinset gekregen. Ik dacht, daar gaan we vandaag lekker van genieten, maar met dit weer is dat geen handel. Ai. Nou, we zijn op dit moment onderweg... naar de arts, mijn kleine jongen. We weten nog niet wat er vandaag gaat gebeuren. Maar wat moet. Vandaag is de grote dag voor Adam. Vandaag gaan we hem inshallah besnijden. Ik weet niet meer, jongens. Ik heb het al natuurlijk wel twee keer meegemaakt met Noah en Zee. Ja, die prikjes en zo, dat is wel zielig. Maar uiteindelijk beter op een jonge leeftijd dan dat ze zometeen heel veel ouder zijn dan al kunnen lopen. Dan is het een probleem, snap je? Nu zijn ze nog jong. Ik heb dat bij al drie mijn kinderen gedaan, gewoon op jonge leeftijd, voordat ze nog liepen. Want wanneer ze al gaan lopen, ja, dan doet het wel echt pijn, begrijp je? Nu niet, nu is het tranquilo's. Geef hem gewoon een zetpiltje. En dan kan hij een beetje slapen, gewoon liggen, je weet dat? Dan gaat het ook snel voorbij. Nou, dan gaan we dan, mijn grote jongen. De grote dag. Nou, daar zijn we dan, jongens. De grote dag van mijn grote jongen. Adam twerkela, ik hoor dit twerkela. Hij weet nog helemaal van niks. Maar voordat je het weet, is het voorbij. Heel snel. Tik, tik. Meneer, quand tu marches à mes côtés, je brille. Yo, hop. Meneer, quand tu marches à mes côtés, je frime. Hey. Grote jongen, hè? Wat gaat er nou gebeuren? Huh? Nou, Adam, het zit er alweer op, hè, jongen? Helemaal niet gehaald, hè? Grote jongen, ja, dat is echt een bikkel, hè? Schoon is het de koude dit, Markela. Nou, het zit er alweer op, jongens. Kleine paar minuutjes werk. En hij heeft zijn eigen certificaatje, jongens. Moet je eens even kijken, jongens.
eigen certificaatje van Adam. Nou, moet je eens even kijken, jongens. Wat zijn we vandaag toch verwend? Deze heb ik van Zin gekregen. Deze heb ik van Noah, Zin en Adam gekregen. Deze heb ik van Noah gekregen. Dit is wel een hele mooie, man. Moet je even kijken, jongens. En deze heb ik van Noah, Zin en Adam gekregen. En dit is wel heel lief, hoor, jongens. Echt, dank jullie wel, hoor. Allerliefste papa. Nou, lieve papa, zet 4 papa's op een rij, dan is het liefste echt van mij. Maar papa is altijd de kampioen, daarom ga ik iets bijzonders voor hem doen. De leukste versje zeg ik op, vind je dat niet top? Een mooie spel heb ik nu hier, op een rij moeten we 4. Dan gaan we samen even spelen, we gaan ons niet vervelen. Maar papa heeft dat echt verdiend, want hij is mijn allerliefste vriend. Zo. En nou weer terug. Pakken. Ja, oké, nu gaan. Ja, laat zien. 1, 2. Hoppakee. En weer terug. Hoppakee. Nou, we hebben alles eventjes uitgeknipt. En nu is het tijd voor het spelletje. Deze zijn voor mij. Die zijn voor jou, hè? We gaan hier zo. Kijk, hier moet je dan 4 op gaan. Nee, maar het is niet daar zo, mijn jongen. Je moet het hier doen, mijn jongen. Wat denk je? Oepsie. Ja, tuurlijk. Oepsie. Nee, maar het is ons de beurt, mijn jongen. Kijk. Oké, eentje. Rustig, wacht even. Eentje. Oké, kijk. Nou, doet papa weer hier zo de P. Jij moet dan papa proberen te schrijven. Nou, de A. Nee, niet daar. Dan probeer het de papa zo te schrijven. Zo, zo. En ik moet je dan steeds blokkeren. Ja, kijk. Zo. Ja, kijk, nou ben ik weer. Dit is net 4 op een rij. Kijk, dan doe ik hier zo weer de A. Dan doe je de P daar zo. Maar kijk, dan doe ik de. Even kijken. De A zet ik hier zo. Want anders ga je papa schrijven. En dat mag niet. Zie je dat? Nou ben jij weer. Af. Nee. Jij moet papa zo schrijven. Of iets. Waarom? Maar jij moet op je eigen rij. Ja, maar dat, je begrijpt het niet meer, jongen. Je begrijpt het niet meer, jongen. Het is, ik moet je blokkeren. Je mag die papa mag je niet schrijven, toch? Oké, dat is waar. Hé, wat doe je? Je hebt het weer verpest, mijn jongen. Nou, daar zijn we dan weer, jongens. Een hele goede morgen. Moet je eens even kijken, jongens. De SVJ is weer terug in zijn oude kleur. En we gaan de auto's weer even een andere kleurtje geven, jongens. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, ja. We gaan nu eerst eventjes snel trainen. En daarna ga ik zo meteen eventjes naar Amsterdam toe, jongens. Ik heb vandaag een hele belangrijke afspraakje. En ik kan nog niet veel erover vertellen. Maar het enige wat ik jullie wel kan vertellen is dat MB Nutrition echt een hele grote stap gaat maken. We maken altijd kleine stapjes, maar nu gaan we even echt een flinke stap inshallah maken met MB Nutrition. En ik hoop dat het vandaag weer een goed gesprekje wordt, want vandaag gaan we de hand erop slaan. Maar voordat ik altijd iets doe, ga ik altijd eerst naar de gym toe. Dus we gaan eerst lekker trainen. Wat eten, die eiwitje naar binnen werken. Lekker een eiwitje naar binnen werken. Voor mijn spierherstel en spiergroei. En daarna gaan we direct door naar Amsterdam. En vanavond gaan we lekker naar Marbella, jongens. We gaan even naar Spanje toe. Vandaar hebben we ook iets voor MB Nutrition. En ik neem jullie gewoon mee. En ik zeg, laat de dag maar weer beginnen. Ciao. Koude stad, jongens. Koude stad. Ja. SVJ is ook wel dik in zijn eigen kleur, hoor. De originele kleur. Dit was onze oude kleur. Maar we gaan een nieuwe kleurtje op alle auto's doen, jongens. Voor zomer 2022 moet zijn eigen kleurtje hebben. Kijk, jongens, en dat is nou het verschil tussen Franks en Mobis hebben. Kijk, dit is de man achter de schermen, wanneer hij naar een afspraak gaat. En kijk, het verschil moet er zijn, jongens. Dit is smoken wanneer we naar een afspraak gaan. Ja! Ik kan niet anders bedenken. Ciao, ciao. Nou jongens, de deal is rond en we zijn weer terug onderweg naar Breda. En nu is het tijd om lekker op vakantie te gaan, jongens. Wes, je hebt goed je best gedaan, maatje. Ja. Dat mag gezegd worden, hè. De man achter de schermen ook. Knopjes zijn weer los nou, hè. Deal is rond, knopjes los. Hè? We gaan weer terug naar Breda, jongens. En er komen leuke dingen aan en er worden flinke stappen genomen, jongens, met MB Nutrition. Mooie stappen, twakela, echt waar. Ik ben trots op deze stap. En we gaan mooie dingen doen. Arigatou, dus. Ciao, ciao. Het is tijd om op vakantie te gaan.
Nou, jongens. Het is tijd om te vertrekken, jongens. Het is tijd om te vertrekken. Ja. Hè? De piloot is ook aanwezig. Onze piloot. En natuurlijk nemen we Vries mee, jongens. Heerlijk, jongens. Och, jongens. Dat is aan de dag. Gaat u zitten, meneer. Ja. Gaat u zitten, meneer. Nou, Dani. Dankjewel, maatje. Fijne terugreis. Waar gaan we knallen, maatje? Later, bro. Ja, het is goed, het is tijd om te vertrekken, jongens. Het is tijd om te vertrekken. We gaan er van tussen, jongens. Joey kan ook elke moment aankomen. En dan, wat zei je? Oh, het is heel rustig. Heb je dat geregeld weer? Ja, joh. We zijn met die piloot. Dani, een beetje rustig rijden, maatje. Hij geeft me vol op zijn start gelijk, jongen. Wat zei je? Hij zag ons niet lopen, ja. Dis-moi juste on va où, va où, va où. Baby, je veux quitter Paris. Dis-moi juste on va où, va où, va où. Laisse-moi un peu changer ta vie. Si demain ça va, en Afrique ou en Asie, laisse-les regarder nos vies. Ah, si demain ça va. Ja. Kijk, daar is hij. Hij eroverheen gewoon? Kom eens snel. Dat zijn ze, man. Vroegere tijden van zwembad. Hè? Candy, via hek. Astos moet mee, hè? Astos, papa. Ja, moet mee. Laat maar kijken. Wat heb je daar? Laat maar kijken. Diamond Collection. Sans oud, Astos oud. Jullie weten het, jongens. Vandaag hoeveel? 30% korting, papa. Ja. Beter te laat dan nooit. We zijn er, man. Astos, sans oud. Astos uit, papa. Let's go. En wat hebben wij weer een geluk, jongens. Moet je even kijken. Het is helemaal leeg. Man. Ja. Het is te zwaar. Ze zeggen allemaal bomvol. Maar we hebben wel geluk, man. We hebben een goede dag uitgekozen. Het is leeg. Gelukkig. Ja. En op het vliegveld ga je dan de mist in, hè, jongens. Hij is op dieet. Nou, jongens, we zouden eigenlijk met z'n vieren naar Marbella gaan. Maar bradas. Ik overtuig hem wel, hij gaat mee. Hè? Hij gaat mee, jongens. Maar Joey, vertel, wat is er gaande, man? Ik zal ze wel even inleiden, ja? Even verder eten. Maar goed, Joey is net gebeld en hij moet terugkomen naar de dokter, want hij heeft vanochtend bloed geprikt. En hij moest met spoed terugkomen. Hij is aan het twijfelen of hij wel moet gaan of niet moet gaan. Maar ik denk dat hij beter gewoon naar huis toe kan gaan, jongens. Maar vertel even, bro. Ja? Kort samengevat. Laat die prikje even zien. Bloed geprikt. Dubai ben ik door mijn rug gegaan. Heb ik echt ontiegelijk veel medicijnen gekregen. Pijnstilling. Vandaag had ik een beetje last van mijn lever, dus ik dacht ik ga het even checken. Wat blijkt, mijn leverwaarden zijn niet goed. De bloedgecheckt zijn niet goed en ik moet nu compleet direct terug naar het ziekenhuis om alles te controleren. Er kan een kans in zitten dat als ik naar Spanje toe ga en ik toch last van mijn leven ga krijgen, dat het gewoon even verkeerd kan aflopen. Dus is ervoor? Helaas, man. We zijn er al, ingecheckt alles, man. Hij heeft al ingecheckt. Maar goed, gezondheid gaat boven alles. Dus we gaan even afscheid nemen van Joey, jongens. J'ai fait le vide car tout ceci n'est qu'éphémère. J'ai trimé sa mère parce que la chance n'est qu'une chimère. Nou, jongens, we zijn eindelijk aangekomen. De piloot is aangekomen, hier is het busje vuur van het busje. Oh, busje vuur. Oh, jongens. Anderhalf uurtje vertraging. Dat was geen antwoord, jongens. Hey. Lekker naar het hotel toe. Of eerst iets wat eten en dan lekker slapen. Nou, jongens, we zijn eindelijk aangekomen hier in Malaga. Anderhalf uur vertraging gehad. Dat is geen handel, jongens. Nu even snel wat eten. En dan naar het hotel toe lekker slapen. En morgen gelijk gymmen, papa. Maar kan je niet doen. Slemma. Zo, jongens. En de man achter de schermen die richt allemaal wel, hè. Even kijken. Wat staat daar? Wat staat daar? Thanks. Yes, I look back. Oh, er staat niet de man achter de schermen, man. Je wilt dat is deze of niet? Ja, oké, het is.
Zo jongens, we zijn er. Oké. Yes. Alright. Nou, de eerste ochtend in Marbella, jongens. Heerlijk. We gaan nu zo meteen even lekker ontbijten. En daarna gaan we gelijk even naar de gym toe, jongens. It's gym time. Ai, 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 ai. Wat een uitzicht. Nou, kijk wie we daar hebben, jongens. Salam! De man is de scare, mijn papa. Nou, we komen net bij de auto. Moet je eens even kijken, jongens. Net niet er tegenaan, jongens. Wat geen handel aan, maat? Het is tijd om lekker te gaan trainen, jongens. We gaan eventjes lekker wat eten. Daarna gaan we naar de gym toe. Of we gaan bij de gym eten, denk ik. Daar hebben ze ook wel lekker eten. Oh, dat is niet zo. Bij de gym is ook wel lekker eten en dan ja, gaan we weer lekker ontspannen, jongens. Nou, eerste dagje. Marbella. Oké. Okay. René? Kastie, hè? Hè? Maak geen grap meer, hè? Nee, maak geen grapjes meer. Het is tijd om te knallen, jongens. 4 pumppilletjes voor extra pomp. Pre-workoutje erin. En knallen, dat zijn ze. Dat is wat zijn ze. Beasties. We zijn er weer, jongens. Marbella, Paddle Gym. Elektra. 4 pumppilletjes. Dat al. Met kipfiletje naar binnen gehouden. Met zoete aardappelen. Nu een pre-workoutje. Extra energie en uithoudingsvermogens. En we gaan hier zo die gym vandaag even lekker slopen, jongens, allemaal bij je. Oké. Paddle gym. En dan gaan we die schouders en die chest eventjes maximaal slopen. En natuurlijk overal waar we naartoe gaan, hè. Neem de MB Nutrition mee, jongens. Ik heb er zin in. Laten we knallen. Eerste sessie. In Marbella. Nou jongens, ik heb een beetje last van mijn onderrug. Dus ik kijk, hier hebben ze gewoon bij deze gym gewoon een speciale massage. Kun je gewoon 8 minuten doen. En dan zeggen ze dat je garantie van je pijn af bent. Nou, ik ben benieuwd. Moet je eens even kijken. Hier hebben ze zo'n binnengym. Even kijken. Maar wij zelf trainen nooit hier zo. Wij gaan altijd gewoon naar buiten. Kijk, en loop je hier zo. Het is wel een top gym, hoor. Kijk, hier gebeurt het allemaal, jongens. Hier gebeurt het allemaal. Beast mode, beast mode. Dan heb je hier zo'n hele buitenplek. Daar ook nog zo'n hele buitenplek. Ah, dit is handelen, jongens. Het is tijd om te knallen. Het is tijd om te knallen, jongens. Nou, we gaan vandaag die chest, triceps en schouders gewoon even de bovenkant eventjes maximaal slopen, jongens. Ik heb er zin in. En we beginnen met de eerste oefening. De bench press. Ja. Hè, Frankie? Knallen, maatje. Si je dois m'en aller, je ne ferai pas sans toi. Ça fait tant d'années que t'attends que je te sors de là. Laisse les dents parler, l'histoire ils la connaissent pas. Je ferai toi ma reine et tu feras de moi un roi. Dat zijn ze. Boys, kom. Netjes, kom maar. 5. Op, pomp. 4. Kom. 3. 2. En de laatste, bro. Deze, netjes, man. Netjes. Beast mode. Dat zijn ze. Thanks, naar weer, man.
moest even kijken, hele buiten gym hier zo. Lekker man. Lekker gewoon knallen. Dat was zo fijn hè, met lekker weer. Gewoon goed trainen, goed eten. Dit weer is ook gewoon ook een motivatie man, moet je even kijken. Hele buiten gym hier zo. Die pomp zit er lekker in, heerlijk. Even de juiste licht even zoeken, want hij is een beetje, moet even een beetje wat feller worden. Het is tijd om te knallen jongens, lekker. Oppompen. Ja, neef, pomp die rug ook gelijk even erbij. Ha? Dat zijn ze, dat zijn ze, dat zijn ze. Fully, fully, fully pomp, papa. Pomp ze wat erin, man. Ha? Handelen. Tu te tues pour des miettes et le salaire ne suffit pas. Tu te tues pour ton proche et c'est ton proche qui te tuera. Le temps te fait du mal, si je pouvais, je ne serais pas. Toi et moi, pas à pas, y'a que la mort qui nous sépare. T'as tellement souffert, Bambina. T'as perdu le goût de la vida. Onze training zit erop. Het is nu tijd om lekker wat eiwitten naar binnen te werken. En daarna lekker te gaan ontspannen, jongens. Even lekker te gaan zwemmen. En te gaan relaxen. En te gaan genieten van het weer. Heerlijk. De pomp zit er goed in. Ciao, ciao. Adigiri shiris. Zo, nu is het tijd voor een lekkere eiwitcheck, jongens. Heerlijk. Voor je spierherstel en spiergroei. Fans komen met die gekke muziek op. Jan Dita, lekker in de sunshine. Machine, machine, V8, V8, geen grap. Nou jongens, het is tijd om lekker wat te gaan eten. Heerlijk eventjes gaan chillen met mijn bradas. Moet eens even kijken, ik heb hier een dikke outfitje aan. Hè? En deze outfit is van Officieel Feeling It, jongens. Zo'n outfitje kost €70. En met de kortingscode MOBIZ20 kost zo'n outfitje maar €56. Dus ja, het hoeft niet altijd duur te zijn, hè, jongens. Maar zoals je ziet, een dikke outfitje. Officieel Feeling It. Nou, jongens, moet je eens even kijken. We zijn er weer, jongens. We zijn er weer, Blend. En vorig jaar was ik hier ook. Je weet, als ik in Marbella ben, dan moet ik natuurlijk hier komen. Maar moet je eens even kijken, jongens. Ze hebben alles helemaal aangepakt. Want vorig jaar was het hier gewoon bom, bom, bommetje vol. En ze hebben alles gewoon compleet aangepakt. Ze hebben dit zelfs erbij gepakt. Ja, dit gaat wel top worden, jongens. Dus voor degene die allemaal naar Marbella komen dit jaar. Ja, hier moet je zijn, jongens. Dit is de place to be als je lekker wilt eten. En ons moken, die ga je hier sowieso in Marbella zien. En als we hier zijn, zijn we hier bij Blend, papa. En nergens anders. Slemma! Nou, ik dacht dat dit het alleen was. Je weet het, dus ik sloot de video natuurlijk al af. Maar hier gaan ze nog ontbijtjes maken en lunches en alles. Daar hebben ze dan avondeten en alles. Dan moet je kijken, hier zo nog, hier zo. Dit zijn allemaal voor jullie dan.
dit wordt de sporthoek. Dit wordt de sporthoek? Dit wordt alleen maar voetbal, sportwedstrijden, grote scherm komt daar. Dit wordt een sporthoek, dus niet dat je zelf kan gaan sporten, maar dat je wel sport kan gaan kijken. Dat is wel de eerste stap. Dus je kijkt alvast dan sport. De volgende stap is dan dat je misschien zelf gaat trainen, maar hier gaan ze het dan helemaal aanpakken. En is dat deze zomer al klaar? Over twee weken? Yes. Oké, jongens, dus dit is hoe het er nou op dit moment uitziet. En moet je kijken, hè, over twee weken voor degenen die in Marbella komen. Kijk, dit is even een before'tje. Jullie mogen eventjes alles goed zien. En before. Hier komt een hele mooie grote scherm. Dat mensen voetbal kunnen kijken en alles. En dan, ja. Jullie zien wel de after wanneer ik weer terug hier in Marbella ben, jongens. Ciao! Moet je eens even kijken, jongens. En dit is dan de binnenkant zo, hier zo. Maar eens even kijken, dit is hoe het er binnen uitziet. Dan hebben ze achter ook nog een terras. Dus degenen die allemaal hier in Marbella komen, jongens. Ja, dit is wel de plek waar je moet komen, jongens. Dus dat is nog zo'n binnenplek. Die gaan we niet filmen, omdat hier allemaal mensen zijn. Beetje privacy ook, hè. En dit is dan ook zo'n buitenterras achterin. Dus zo'n buitenterras hier, zo moet je eens even kijken hoe het eruit ziet, jongens. Het is wel top hoor, ze hebben het echt next level aangepakt. Vorig jaar was dit helemaal niet eens zo. Maar ik moet kleine stapjes blijven maken, hè. En moet je eens even kijken, jongens, dan hier zo aan de buitenkant. Dus voorheen had ze alleen dat. Dus nu hebben ze zelfs dit ook helemaal erbij gepakt, helemaal compleet. Hier gaan ze allemaal van die zitzakken doen. Zodat mensen hier zo gewoon kunnen zitten zo. En hier buiten kunnen eten, daar kun je dan eten, hier kun je eten. Ja, dat is blend, jongens. Dat is kwaliteit, hoor. Dat is handelen, jongens. Nou, jongens. Moet je eens even kijken, jongens. Moet je eens even kijken. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar moet je eens even kijken, jongens. Ai. What do you make this? What is this? Huh? What is this? It's special. Special. What is this? The name? Wheel of Fortune. Oh, de Wheel of... De Rad van Fontijn. Oh, jongens, moet je eens even kijken. De Rad van Fontijn, jongens. Tot aan Marbella. Dat is handel, hoor. Nou. Jongens. Ook deze dagje zit er alweer op. Dus morgen alweer de laatste dag, hè. Gaan we weer terug naar huis toe, jongens. Gaat allemaal snel, jongens. Maar het is wel lekker even. Een paar dagen zonder kids. Gaan we eventjes straks hier ontspannen. Het is tijd om lekker gaan slapen. En morgen weer te gaan chillen. Ciao. Het is weer tijd om te knallen, jongens. Het is weer tijd om een sessietje te pakken hier zo in Marbella. En vandaag is ook weer de laatste dag van ons. Gaat snel. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. We moeten even kijken wat we hierbij hebben. De ultieme pre-workout van MB Nutrition. En 4 pumppilletjes voor extra pomp. Het is tijd om te pompen, papa. Voir sur les réseaux, je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Deze gym is echt top, jongens. Die motivatie is hier gewoon zo hoog, dat is gewoon niet normaal. Moet even kijken, jongens. Wat een gym. Ja. Bisto Janik, wat gaan we daar trainen, hè? Rug bicep. T'aimerais bien rempli ses sables. Stylé. Juste histoire de bien me rappeler pourquoi je l'ai marié. Quand elle s'accroche à moi, on ne joue plus dans la même catégorie. Tu voulais nous voir, tu nous as vus. T'as jeté tes yeux sur nos vies. Oh, je peux les entendre d'ici. Jalousie, c'est par ici. Trainen ze erop. Nu is het tijd om goed te eten. Het is heel belangrijk om goed te eten, goed te rusten en goed te trainen. En daarnaast niet vergeten, zeker met hem binnen het rustje, jongens. Tu voulais nous voir, tu nous as vu. T'as jeté tes yeux sur nos vies. Oh, je peux les entendre d'ici. Jalousie, c'est par ici. Oh, aïe. J'ai les deux mains sur tes épaules. Histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y'a plein de couples autour, mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y'a plein de couples autour, mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Yeah. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je brille. Yeah. Je veux vivre, malaïe. Quand tu m'as...
tête dans mon dos, continue, tu as raison, raison. Tu vomis sur mes réseaux.